De gemeente Druten was donderdagmiddag het strijdtoneel van een militaire oefening. Gespecialiseerde grondeenheden vielen gebruikmakend van gevechtshelikopters gesimuleerde doelen aan. Toch ging het volgens luitenant Gert om een kleinschalige oefening. We zijn vandaag bezig geweest met training, JTAC training zoals het heet. Het zijn specialisten die getraind worden voor het richten van vuursteun vanuit de lucht, dus luchtsteun, om het grondmanoeuvreplan te steunen. En om dat iets verder uit te wijden. De grondcommandant heeft een idee over hoe hij een actie gaat aanlopen. En wij zorgen dat we dat steunen met luchtsteun. Maar dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. En dat doen wij als specialisten. Dus we worden natuurlijk op meerdere vlakken getraind. Maar de missies waar we wel eens mee te maken hebben, kan het best een keer zijn dat er een school in de buurt staat van het doel dat wij moeten aangrijpen. En dan kun je je voorstellen, wij willen in principe geen effect op die school. Want die willen we sparen. Dus op die manier, dus daar zorgen we eigenlijk voor vanaf de grond. Dat allemaal netjes verloopt. Zonder al te veel collateral damage, zoals het heet. Het gebied rondom de gemeente Druten leent zich uitstekend voor oefeningen met vliegtuigen. Nou, in principe is dit het laagvlieggebied, zoals dat zo heet. Dat wil zeggen dat helikopters daar heel goed hun werk kunnen doen. Normaal gesproken heb je natuurlijk niet te maken met bepaalde regelgeving met betrekking tot luchtverkeersleiding. En dit gebied is echt helemaal vrijgegeven voor de helikopters, zodat ze ook op lagere hoogtes hun eigen werk kunnen doen. In dit geval is het beperkt tot een 1500 voet. Dat wil zeggen dat ze niet lager kunnen. Want we houden natuurlijk zoveel mogelijk rekening met de mensen die er wonen. Want we willen graag zo lang mogelijk blijven oefenen hier. En dat is ook eigenlijk de reden waarom de scenario's de hele week versprongen plaatsvinden door de hele regio heen. Om dat een beetje die geluidshinder te kunnen verdelen. Want je kunt je voorstellen, als je elke dag iets die helikopters boven je dak hebt hangen, dat je daar als bewoner ook niet zo heel vrolijk van wordt. Of als boer in dit geval. Ja.